kaproen. Hier ga je met de MySchool Hub en dan steek je zo met die kaartconnection naar de gletsjer. Goedemorgen. Nou, vanochtend hebben we voor de eerste keer die nieuwe verbinding genomen. Rechtstreeks vanuit het dorp ga je via de maïskogel naar de K-Connection. En die verbind je dus vanaf dit seizoen met het middenstation van de gletsjer. Van daaruit kan je alle liften omhoog nemen. Kom je bijvoorbeeld hier terecht op 3029 meter auf der Gipfel. Vanaf het hoogst bereikbare punt van de gletsjer in Kaproen heb je een waanzinnig uitzicht over de machtige bergwereld van de Centrale Alpen, Nationaal Park, de Hoge Touwen en uiteraard over het enige gletsjerskigebied van het Salzburger Land. Het 100% sneeuwzekere gebied trekt wintersportfanaten vanuit de hele wereld. En vooral dat geeft je vakantie hier een extra dimensie. Lekker hoor. En de vraag is natuurlijk, waarom zijn we hier in Kaproen? Nou, in Way of Living laten we altijd een aantal fantastische wintersportaccommodaties zien. We hebben er weer een aantal voor je klaargezet. Je hebt ze misschien al eerder gezien. We gaan eerst naar die prachtige 24 by Avenida. In één woord, trendy, hip en urban. Sinds 2017 is 24 by Avenida een van de hipste plekken in het dorp om te verblijven. Urban lifestyle in die Alps, dat is hoe de accommodatie zich profileert. En dat is aan alles af te zien. De hotelkamers, suites en penthouses van het aparthotel zijn hip en trendy, maar vooral het restaurant is dé publiekstrekker. Sushi en steak is inmiddels de talk of the town in Kaproen. Als je er op vakantie bent, moet je hier een keer naartoe. De menukaart van het ultramoderne restaurant met zijn open keuken is werkelijk niet te versmaden. En de kwaliteit van de sushi en het vlees is misschien wel het beste van het dorp. Wel even reserveren, hè? Zo lekker eten daar bij 24. We gaan op naar de tweede accommodatie. Ligt net buiten het dorp, prachtig aan de rivier. Het heet de Kaproen Mountain Lodges. Zoek je een verblijf buiten de relatieve drukte van Kaproen, dan zijn de prachtig gelegen Mountain Lodges van Avenida ideaal. Ook deze wintersportaccommodatie zit, net als 24 by Avenida, in de portfolio van het van oorsprong Nederlandse bedrijf Alpin Rentals. Zij doen de exploitatie van tientallen gerenommeerde chalets en aparthotels in deze regio, waarbij de keuze erg divers en exclusief is. Nou, hoe luxe is dit nieuwe gondel, 24 personen, en die brengt je dus naar het middenstation op de gletsjer. En kijk eens, wat een prachtige dag vandaag. Je kijkt helemaal richting het Zellamzee en de andere kant richting Mittersil. Nou, wil je wat meer reuring in de tent? Mijn persoonlijke favoriet zijn de Panorama Suites van Avenida. 1. Vanwege zijn gastheer, wereldberoemd plaatselijk onze Reinhard. 2. Omdat bijna ieder balkon echt een grote badkuip heeft. En niet milieuvervuilend, want er is water genoeg en elektriciteit. Komt van de waterkrachtcentrale, dus kost geen cent. En 3. Het heeft een waanzinnige ligging. Ik trouwens ook hier. Boutique Mountain Retreat, zo worden de Panorama Suites van Avenida ook wel genoemd. En dat is het dan ook werkelijk, een retreat. Je kan jezelf in deze kleinschalige 4-sterren accommodatie letterlijk terugtrekken en de net iets exclusievere en moderner sfeer helemaal over je heen laten komen. Na een heerlijke dag skiën uiteraard. Of je kan jezelf na de laatste afdaling onderdompelen in de geheel vernieuwde après-ski scene van het dorp. Ja, dit is ook een gezellige hut onderaan de berg hier, maar we zijn natuurlijk op weg naar de Baumbar. Ben je dus op vakantie in Kaproen, dan is er maar one place to be. En dat is de vernieuwde Baumbar. Ze hebben er een nieuw stuk aan gebouwd, de Wintergarden. En hier gaat het dus de hele winter helemaal los. En ik ook. Wil je meer informatie over de accommodaties van Alpin Rentals? Dan kan je naar onze site. Na de break gaan we onder andere naar Montenegro. Tot zo!